Dit weekend was ik in de Hellegatsplaten en vanuit de hut de Zwartkopmeeuw filmde ik met Sjaak twee soorten zwaluwen. De boerenzwaluw en de oeverzwaluw. En al eerder heb ik in de Brabantse biesbos de huiszwaluw weten te filmen. Dus in dit filmpje leg ik je uit wat het verschil is tussen deze drie zwaluwen. Die uiterlijk niet echt op elkaar lijken, maar het zijn en blijven zwaluwen. En wanneer je ze in een flits voorbij ziet komen, je ziet hem alleen in het silhouet. Nou, dan kun je best wel eens jezelf afvragen welke zwaluw je nu eigenlijk hebt gezien. Nou ja, we beginnen met de boerenzwaluw. Dus de grootste van allemaal. Is mooi glanzend blauw. Heeft mooi een bordeauxrode keel en voorhoofd. En kijk je naar zijn staart, dan heeft hij van deze drie soorten de staart die het meest uitsteekt. Van die mooie penveren die heel ver uitsteken in de staart. Die oeverzwaluw is bruin. Bruin met wit. Iets kleiner dan de boerenzwaluw. Het zijn hele ranke zwaluwen die ik dus in de Hellegatsplaten filmde. Maar ook op de Maasvlakte waar een grote kolonie huist in de Slufter. En van achter het scherm, vogelscherm, kun je ze daar zien. Oh, zo, daar gaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 watersnippen vliegen daar even op. Nou ja, die oeverzwaluwen broeden dus in de Slufter. En daar kun je ze dus in het voorjaar zien broeden. Inmiddels zijn al die zwaluwen uitgezwermd en kun je ze wel tegenkomen in natuurgebieden. Maar zijn ze lekker aan het uitvliegen, aan het zwermen. Dan de huiszwaluw tot slot. Dat is de meest zwarte zwaluw van het stel. Maar hij heeft één opvallend element en dat is die witte stuit die helder afsteekt op dat achterlijf. Nou, die huiszwaluwen die broeden onder overstekken, dus onder daken die uitsteken. En ze bouwen hun nesten tegen de muren aan. Het zijn ontzettend gezellige beestjes. Ze vangen ontzettend veel muggen. En het is een voorrecht om ze onder je dak te hebben, dus heb je er één, spaar het nest alsjeblieft. Het zijn echt hele leuke, interessante vogels. Maar dat geldt trouwens voor al die zwaluwen. Ze kwetteren en ze zingen. Het is echt een lust om ze te horen, te zien en om ze bezig te zien. Hoe ze hun nest bouwen, hoe ze klei verzamelen. Om hun nest te bouwen en natuurlijk wanneer ze de insecten vangen die jou tijdens je slaap wakker houden, namelijk al die muggen, want ze vreten echt duizenden en duizenden en duizenden muggen en andere insecten per dag. De zwaluwen dus, drie soorten die je gelukkig in ons land nog steeds kunt zien.